Mijn naam is Samuel Overloop, jezuïet. Ik ben leerkracht hier in Turnhout, op het jezuïetencollege Sint-Josef, sinds 2 jaar. We hebben zo'n 800 leerlingen hier in het middelbaar onderwijs, waarvan 200 ook op het internaat zitten. Langs hier mogen de leerlingen eigenlijk niet binnenkomen, het is enkel de ingang voor de leraars en de ouders. Zodra je binnenkomt, valt je oog meteen op het brandende braambos. Ja, het wijst natuurlijk op inspiratie en eigenlijk al hetgeen, heel het levensbeschouwelijk project waar onze school voor staat. Dus door heel de school lopen natuurlijk nog sporen van de jezuïeten aanwezigheid. En een van die sporen zijn de tijdsbalken van Pater Hermans. Dus deze gangen zijn 80 jaar oud, die zijn eigenlijk niet veel veranderd. Af en toe eens een laagje verf, maar in principe is dat al 80 jaar hetzelfde. Hier hebben wij als school de kans gehad om een nieuwe gang, klassengang, in te richten. Dit waren vroeger de woningen van de paters. De paters hadden een kamer. Een kamer aan elke kant met een gang ertussen. Men heeft dat allemaal, al die muren eruit gesloopt. Dat waren gelukkig geen steunmuren, dus dat was heel makkelijk. En men heeft een nieuwe gang gemaakt met klassen aan de ene kant. En je ziet, het is veel, veel frisser. En uiteraard met onze schoolkleuren groen en grijs. Goh, ik denk, eenmaal dat je hier zit, valt je die architectuur niet zo hard meer op. Nee. Dus je voelt echt dat de school leeft. En dus ik denk, zodra er leerlingen rondlopen, ja, je begint mee te bruisen gewoon. Ja. En dat is allemaal gebaseerd op de Ignatiaanse pedagogie. Dus dat is heel belangrijk. Dat is dan heel concreet krijgt dat de vorm van 4 pijlers. Eerste pijler, cura personalis. Wat betekent dat? Dat is natuurlijk Latijn voor zorg voor de persoon. Dat wij als korps, als leerkracht, niet alleen de intellectuele dimensie van de persoon verzorgen door goed les te geven, maar ook de persoonlijke dimensie. Dus het gaat niet over zoveel mogelijk dingen te leren. Dat is natuurlijk wel belangrijk, maar als dat niet geïntegreerd wordt in de persoon, als die kennis niet geassimileerd wordt en niet in dienst gesteld wordt van de anderen, dan zijn we niet geslaagd in ons opvoedingsproject. Maar het gaat er vooral om dat een leerling zijn eigen mogelijkheden ontdekt en die ook ten volle ontwikkelt en die ten dienste stelt van de ander. Je kunt leerlingen natuurlijk verplichten om van alles te doen, maar als dat niet van binnenuit komt, dan zodra die muren van de school wegvallen, dan verdwijnt dat ook. Dit is de ontspanningszaal van eigenlijk van 5 en 6, de 2 laatste jaren. Ze hebben dat zelf helemaal ingericht, een groep meisjes. Dus die hebben daar een heel project van gemaakt in het eerste trimester. En dat is wat ik daar juist ook bedoelde met vrijheid en verantwoordelijkheid. Geef leerlingen de vrijheid om iets te doen en ze maken er eigenlijk iets bijzonder moois van. Dus een innerlijke dynamiek die wij leerlingen proberen mee te geven, namelijk die leerlingen aanmoedigt om niet alleen voor zichzelf te leven, maar zich ook dienstbaar te stellen van anderen. Vrijheid aan de ene kant, maar vrijheid vereist ook verantwoordelijkheid. Zij zijn verantwoordelijk voor hun eigen opvoeding, uiteindelijk. Het is niet aan ons om hen te verplichten om te studeren. De leerlingen zitten hier in de studie. Er is een zekere structuur die hun aangeboden wordt. Maar wij zitten echt niet op de vingers te kijken van, ben je nu effectief aan het studeren? We gaan ze ook niet overlopen van, heb je dit of dat nu gedaan? In bepaalde gevallen natuurlijk, wanneer ouders dat ons vragen, gaan we daar beter op letten. Maar uiteindelijk is elke leerling zelf verantwoordelijk om te studeren. Hier nog redelijk gestructureerd, naar het 6e jaar toe, daar kunnen we straks misschien naartoe. Zij zitten op hun eigen kamer. Dit is een internaat, daar kruipt heel veel geld in. En een van de principes ook van jezuïetenscholen is, iedereen moet de kans hebben om hier naar school te komen en op het internaat te komen. Dus de prijs wordt ook heel laag gehouden. Dus we zouden natuurlijk veel meer kunnen vragen van de mensen. En ik vermoed dat de mensen dat ook zouden betalen. Dus er zijn een heleboel mensen met rijke ouders ook, maar we willen echt de prijs laag houden om iedereen een kans te geven om hier te komen en zich deze opvoeding te veroorloven.
Ik heb daar nog niks over gezegd, maar natuurlijk, die jezuïetencolleges in Vlaanderen zijn bekend omwille van de kwaliteit van onderwijs die ze leveren.